Van harte welkom, dames en heren. Elk jaar is er weer een periode, een overgangsfase tussen weg en veld. We zijn er nu aan begonnen. Wanneer de laatste belangrijke afspraken op de weg worden afgewerkt, staan de mannen van het veld vaak al vol ongeduld te trappelen om er weer voor een maand of vijf volle bak tegenaan te gaan. We starten zoals gebruikelijk diep in Limburg, dichtbij de grens met Nederland. We zijn vandaag de gast op het provinciaal domein Dommelhof in Neerpelt. De achtste editie dit jaar. We hebben er al zeven achter de rug. Vier keer Nijs, twee keer Albert en één keer Welles. Nijs deed het hier vorig jaar met een late uitval en klopte toen Pauwels en Welles. Nee, wat zeggen we? Pauwels en Albert uiteraard. Zonoven en Neerpelt uiteraard lag er zonovergoot erbij en dat ging toen als volgt. Het tempo gaat serieuze hoogte in. Niels Albert ziet ze rijden. Ziet ze heel goed rijden nu. Deze strook zit niet ver. Maar hier, de strijd tussen de grote drie. Nijs, Albert, Pauwels. Nijs, kop met een klein klofje. Sven Nijs, hij doet het. De eerste televisiecross van het seizoen en hij wint al. Nijs straks voor een vijfde, dat wordt lastig na zijn aarzelende start in het begin van het seizoen in het Zwitserse Baden. En over starten gesproken, openingswedstrijden zijn van alle tijden, dames en heren. We zijn heel even gaan grasduinen in het archief van de VRT en we kwamen uit in het jaar 1972. Toen vond de openingswedstrijd plaats in het Oost-Vlaamse Pollaren, vlak bij Ninove is dat. We nemen nu nog heel even mee naar wat zwart-wit beelden en uiteraard naar de periode De Vlaming van Damme. 24 september 1972, de opening van het veldritseizoen in Pollaren. Berten van Damme ligt aan de leiding, gevolgd door wereldkampioen Erik de Vlaming. Buiten beeld komt Erik de Vlaming ten val en zo ligt Van Damme alleen op kop. In tweede positie ligt Julien van den Hazenvelde, Oost-Vlaming uit Schorisse. Van Damme wint. Vice-Belgisch kampioen van 68 van den Hazenvelde wordt tweede. Laarne boven dus, 40 jaar terug. En van het nummer 2 van den Hazenvelde onthouden we vooral zijn wereldtitel bij de liefhebbers in 67. Pikant detail, hij kreeg die wel pas ruim 30 jaar na datum toegekend. Weer over naar het heden, een derde voor Albert straks. Het is mogelijk, hij was alleszins al goed op dreef in Erpenmeren. Maar dan zal hij vandaag toch weer opnieuw moeten afrekenen met de sterke en ook snelle Kevin Pauwels. Wat met hun ambities en wat met de vorm? Hier komen de interviews. Sven Nijs, we hebben in de kranten kunnen lezen dat je in het duister tast. Je hebt vraagtekens. Was dat nu zand in de ogen strooien of meen je dit? Ik hoop dat ik vandaag kan zeggen dat dat niet zo was, maar ik ben gewoon eerlijk en het was niet goed in Zwitserland. En dat is het eigenlijk wel geweest tot en met de wedstrijd in Parijs-Brussel. Dat ik echt het idee had van perfecte zomer gehad. Veel mountainbike-wedstrijden, vooral in België, naar mijn hand kunnen zetten. De voorbereiding op de Spelen, dat allemaal dat was gewoon een droom. Ik heb een hele mooie zomer gehad. Maar dan zo de weken nadien, na de Spelen, viel dat nog best mee. En dan die eerste cross, dat viel echt tegen. Aan wat ligt het? Dat is moeilijk uit te maken. Ik denk dat ik een beetje mijn tijd moet pakken. En wat het juist is, kan ik moeilijk op antwoorden. Ik heb twee goede weken gehad in Mallorca.
dat gevoel was daar niet altijd even goed. Dus vandaar dat ik ook nog altijd wel voorzichtig blijf. Maar ik ben er wel van overtuigd dat binnen dit en een aantal weken ik op mijn best zal zijn. Ik maak me daar eigenlijk niet veel zorgen over. Het is een parcours, ik heb het hier nog nooit zo geweten. Er is wat slijk en het zand ligt redelijk zwaar. Dus het is lastig. Ja, je hebt het op voorhand ook wel al gezegd. Dit is een hoge snelheidscross in principe. In welke mate hebben de weersomstandigheden hier huis gehouden? Ja, toch wel redelijk. Deze morgen dat ze naar hier kwamen, heeft nog twee keer echt geregend. Het bos ligt dan vrij droog, maar de stukken in de weide zijn dan eigenlijk vrij nat en slibberig. Dus het is een combinatie maken tussen zandtuben en gewone tuben. En dat maakt het er wel niet makkelijk op. Denk je dat we opnieuw een duel mogen verwachten, Pauls, Albert, zoals in Erpenmeren? Ja, dat weet ik niet. Sven is hier vandaag ook en die heeft voorbij twee weken op Mallorca hard getraind. Dus ik weet niet in hoeverre van dat hij daarvan gerecupereerd is of beter is, maar komt wel goed. Je hebt het zelf waarschijnlijk ook gelezen. Hij is nog niet klaar, zegt hij zelf. Geloof je hem? Ja, ze zeggen altijd dat je niet te veel mensen mag geloven, alleen je eigen. Kevin Pauls, tweede na Niels Albert in Erpenmeren. Wat verwacht je er vandaag van? Oh, ik hoop het even goed gaan, maar het is een redelijk lastig parcours. In Erpenmeren ligt mij iets beter, denk ik. Een van de andere concurrenten, Sven Nijs, die zegt ik tast in het duister op dit moment een podium, wordt zelfs moeilijk. Geloof je hem? Als hem zo een dag achterlijk in Zwitserland een paar weken geleden, dan moet hem er wel weer vrezen, maar gewoon normaal gezien zal het wel beter zijn. Het is hier de voorbije jaren vaak tijdens de laatste zandstrook beslist. Denk je dat het vandaag opnieuw kan of zeg je nee, ik denk dat Albert daarvoor iets te sterk is op dit moment? Het zal wel sterk zijn, maar dat is moeilijk te zeggen. Het zou kunnen dat samenbrassen, dan zal het waarschijnlijk gebeuren in het wasstand. Maar het is ook lastig genoeg om uit elkaar te rijden, dus we zullen wel zien. Voilà, tot zover de grote drie. Benieuwd wie straks nog met hen een mondje zal meepraten. Komt het van Meeuwsen? Wat doet Bart Welles? Is Klaas van Tornhout ervoor klaar? En wie misschien nog allemaal? Er zijn genoeg namen om op te noemen. Weinig ruimte voor foutjes op deze omloop in Neerpelt. Ook niet om in te halen. Het is dus afwachten. Benieuwd wie zo dadelijk die eerste tv-cross van het seizoen zal winnen. Het woord is aan onze commentatoren Maarten van Gramberen en Paul Herijgers. Ook ik heet u van harte welkom vanuit Neerpelt voor die achtste grote prijs. Vorig seizoen, dat zag je al op de beelden, kregen we hier eigenlijk een zomercross. Toen was het heel zonnig en warm. Ook nu schijnt de zon, maar daarstraks heeft het al stevig geregend. We werden al een paar keer getrakteerd op een regenbui. Gelukkig niet zoals in de ronde van Lombardije. Het parcours is niet gewijzigd in vergelijking met vorig jaar. En dit is de erelijst. 1 keer Bart Welles, 2 keer Niels Albert en 4 keer Sven Nijs. Hij is de grote slok op hier in Neerpelt. Maar zelf zet hij serieuze vraagtekens achter zijn conditie. 3-3 of niet. We zullen het straks snel genoeg weten. Het parcours dus niet gewijzigd in vergelijking met vorig seizoen. 1 ronde is in totaal zo'n 2600 meter lang. Waarvan 750 meter asfalt, vooral in de start- en in de aankomstzone. De rest is bos en vooral onverharde weg met heel veel zand. Het is een zwaar en technisch parcours, een echt intervalparcours. En in totaal komen hier zo'n 35 renners aan de start uit 9 verschillende landen. 18 Belgen, 4 Duitsers, 3 Fransen, 3 Nederlanders, 2 Tsjechen, 2 Spanjaarden, een Pool, een Deen en zelfs een Nieuw-Zeelander. Ik zit hier niet alleen, bij mij een man met een arendsoog, een grote kenner van het veldrijden en iemand die net als Philippe Gilbert ook de regenboogtrui heeft gedragen. En dan heb ik het natuurlijk over Paul Herijgers. Paul, ja, je hebt je laarzen toch al gepoetst, hè? Want het gaat beginnen. Ja, het is zover. Dus en, we hebben alles wel mee. Dus, want er is dus op een bepaald moment van de week toch wel vrij veel regen gekomen. Het parcours heeft zelfs een klein beetje blank gestaan in het bos. Lieten we ons wijs maken door de parcoursbouwer. Maar ondertussen is dat allemaal mooi uitgeklaard. Dus weggetrokken. Spijtig dat het zand niet het echte zand is zoals we het vorig jaar mochten beleven. Maar daar gaan de renners wel voor zorgen dat dat geen enkel probleem is. Dus spektakel zal er zeker genoeg zijn. Hier zien we de Fransman Mouret van FDG. Dit jaar nog de Ronde van Italië gereden. Was toen 78ste. En daar zien we Bart Welles.
helemaal terug met twijfel zegt, ik ben heel nerveus. En hier zo'n ploegmaat, Rob Peters, gehuld in concentratie. En dat is even wennen, Bart Arnouds in het truitje van AA Drink. En hier de revelatie van vorig seizoen, bevestigen, dat moet hij dit seizoen doen. Kevin Pauwels met nummer 3. Ja, en ook een klein nieuwigheidje, dus de nummer staat op het truitje gedrukt. Dus voor de Belgische koersen, vaste nummers voor de renners. En hier Tom Meusen, was hier altijd al goed bij de belofte, won hier zelfs een paar keer met de juiste focus. En Sven Nys, hij plaatst veel vraagtekens achter zijn conditie. Deed het niet goed in Zwitserland. Maar ook vorig jaar had hij wel wat vraagtekens toen hij het veld indook. En hij won hier in Neerpelt. En dit is de wereldkampioen. Heeft heel veel indruk gemaakt op al zijn concurrenten in Erpenmeren. Met naast hem Klaas van Tornhout. Derde in Erpenmeren. Wel wat gezondheidsproblemen gehad. Hier staan ze, de gladiatoren van het veld. Nog 1 minuut en dan gaan ze eraan beginnen. En het zal hier bijzonder snel gaan in die vertrekzone. Want ze moeten dan een smal bospadje induiken. En daar ga je maar beter op kop zitten, hè, Paul? Jawel, dus binnen de kortste keren duiken ze dus het domein binnen. Op die Finse piste, daar is toevallig is daar het smalste gedeelte van het parcours. En dus de renners weten dat als geen ander van de start is. Dus van echt, echt cruciaal belang. Vorig seizoen lagen daar nog van die doeken op de Finse piste. Maar die zijn nu weg. Jawel, die zijn voor de eerste keer, dus hebben ze zich daaraan gewaagd om die niet te leggen. En dan komt er net zo'n slecht weer. Hopelijk overleeft ze de Finse piste. De concentratie is groot, ze gaan eraan beginnen. De eerste televisiecross van het seizoen. Alle toppers op een rijtje. De bollen zijn bijna ten einde, dus dat wil zeggen dat het groen gaat worden en ze zijn weg. En ze zijn weg. En Sven Nys lijkt goed vertrokken. Niels Albert ook. Sprintje trekken. Nys zet zich daar autoritair op kop. En dan is het proberen zo snel mogelijk het bos in te duiken. Rob Peters ook. En dan hoor je die remmen piepen en kraken. Want ze moeten stevig in de remmen gaan. En dan is het Rob Peters die de koppositie heeft genomen. Sven Nys in tweede positie. Tom Meusen ook goed vertrokken. Klaas van Tornhout, Pauwels iets verderop. Net als Niels Albert. Jawel, ze zijn er allemaal goed doorheen gekomen. Dus het is nu ieders voor zich richting materiaalpost. En dan wie dat dus echt slecht uit de startblokken gekomen is, moet dan stelselmatig proberen op te schuiven. Er komt wel ruimte, dus, maar het is af en toe een klein beetje wachten in het bos. Daar gaat je zomaar niet een weg uittekenen van 4 meter breed. Dus dat is echt wel de bomen respecteren in ieder geval. Allemaal op een lint nu en dan gaan ze stilaan in die heuvelzone komen. Daar liggen 6-7 hellingen en daar is het constant rijden met een hele hoge hartslag. En daarna is er een kleine recuperatiezone. Gerben de Knecht zagen we ook nog door het beeld flitsen. De heuvelzone, vrij belangrijk natuurlijk. Dus dat is een heuvelrug dat daar in dat bos steekt. Daar gaan ze de renners 7 keren opsturen. En dat is ieders voor zich. Dus zelfs te dicht op het wielrijden is hier is de eerste ervan. Dus een trappenvorm. En dan is het binnen de kortste keren weer naar beneden. Om telkens maar zuivere interval. Dus vrij zwaar. Zeker op het begin van het seizoen. Absoluut. Misschien iets te zwaar zelfs zo vroeg op het seizoen. Zo'n zware cross. En dan is het Rob Peters. Die nogthans kampt met een jetlag. Vertel hij ons vanmorgen. Kom terug. Uit de Verenigde Staten reed daarmee in de Las Vegas Cross. Viel en daardoor heeft hij niet echt een goede uitslag kunnen rijden. 18e pas. De derde werd daar derde. Renners proberen boven te rijden. Dus maar misschien dat daar straks wel iemand in zal slagen. Maar voorlopig is het onbegonnen werk. Dus renners zitten veel te kort op elkaar. Dus kunnen zich onmogelijk lanceren om tot boven te geraken. En wat is de invloed nu geweest van de regen? Op het zand, op die heuvels. Ja, dat is zeker geen nadeel. Hè. Dus zand, van het moment dat dat een klein beetje nat krijgt, dat is ietsjes beter te verteren. Dus zelfs renners hebben hier een spoor getrokken. Daar zou geen sprake van zijn. Moest het echt mooi gebeuren geweest zijn, zoals vorig jaar, dan was dat zelfs stoeberen, zal ik maar zeggen. Dat het zand zombul was.
En daar moeten ze bijna allemaal van de fiets. Straks misschien in volle finale zullen ze proberen tot boven te rijden. Maar nu allemaal kort achter elkaar. Albert en Pauls niet echt super gestart. Wel Nijs, Meeuwse van Tornhout, Simonek. Jawel, de twee mannen zitten op de 9e en op de 11e positie. Dus de bezielers van Erpenmeren, Pauls en Niels Albert. Dus de mannen waar die dat echt wel verwacht worden straks op het podium. Maar ze hebben nog tijd, dus een heel uur de tijd om alles recht te zetten. En Bart Welles zagen we ook even door het beeld flitsen. Er reed daar tussen Pauls en Albert. Behoorlijke start voor Bart Welles. Meeuwse, alles uit de kast halen om aan te sluiten. Dus het is ook de moment nu om aan te sluiten, want er komt een lange strook met weinig hindernissen. Dus en dan is het wel aangewezen om een klein beetje, en hij slacht er ook in, dus hij komt aansluiten. En hier kan je wel een klein beetje recupereren. Vrij lange strook na die heuvelzone. Ja, asfaltstrook en dan een klein beetje afwisseling door het park. Rechts van hun is dan de VIP-tent, weer wat asfalt en dan komt er een belangrijke strook. Niet echt reglementair met de wetgeving, dus twee keer 20 meter mooi zand, mulzand. Dus, en dat is wel heerlijk om naar te kijken binnen de korte keer. Ja, een beachvolleybalterrein en dat leek de voorbije twee jaren altijd beslissend. Ja, wel, achteraf bekeken is het daar toch wel mede de doorslag gegeven om die zegen binnen te halen. Rob Peters kijkt om, wie zit er allemaal in mijn wiel en dat is heel mooi volk. Alles komt terug. Alles zit hier samen. Klein kloofje na de wereldkampioen, na Niels Albert. Maar alle grote namen zitten daar vooraan. Mouret heb ik nog niet gezien, de Fransman. Nochtans de man van Zwitserland daar in Baden met de zegen gaan lopen. Ja, en Sven, hij is daar pas 11e. En toen zijn er toch wat twijfels in zijn hoofd komen zitten. Nijs rijdt links, waagt zich niet aan die diepe gleuf die dat al gereden is in de vorige crossen. Nijs heel goed door het zand. Dit is niet de man van Baden dat we aan het werk zien. Dit is een Nijs op een behoorlijk niveau al. Dat heb jij nu al gezien. Jawel, dus, hij is ook, heeft er ook alles aan gedaan om als eerste in het veld te komen. Is daar net nog voorbij gereden dan door deze Peters, waar dat hij nu dus terug de rekening mee vereffent. Nijs aan de leiding. En nu een klein stukje door het bos nog en dan gaan ze hier opnieuw aan de aankomst doorkomen. Dit is Simonek, Klaas van Tornhout, dat is Dieter van Tornhout. En Niels Albert sluit de rij. Drie renners op kop, klein kloofje nu. En dan moeten we uitkijken dat we ons niet verkijken op de man van AA Drink, want dat is wel degelijk Bartje Arnouts. Bartje Arnouts, ja, inderdaad. En hij maakt er werk van om aan te sluiten, Bart Arnouts. Nou, toch een klein kloofje, een paar seconden. En Arnouts, die leidt daar de achtervolgende groep. 7 seconden voorlopig, geen man overboord natuurlijk. Maar Nijs met een frisse blik. En Pauls, die opgeschoven is, zit daar nu al voor zijn ploegmaat Klaas van Tornhout. Daar zit er nog eentje te vroeten achteraan die dan niet op zijn gemak zit. En dat is de wereldkampioen, wil opschuiven. Ja, Niels Albert heeft dan nog twee ploegmaats voor hem. Radomir Simonek en Dieter van Toerenhout. En die wil hij zo snel mogelijk voorbij rijden, want Pauls, hij wil de slag niet missen. We kunnen al eens naar onze man in het veld, naar Ruben van Gucht. Net de eerste bocht voorbij in het veld en we zien dat Nijs de kop heeft genomen. Kleine kloof ondertussen opgebouwd met die eerste achtervolgende groep. En daarnet ook niemand voorbij zien komen in de materiaalzone. Niemand van de fiets gewisseld voorlopig, dus alles droog gehouden daar in die materiaalzone. Het lijkt erop alsof Nijs de goede benen te pakken heeft en dat hij meteen de knuppel in het hoenderhok wil gooien. Ja, het is koers. En we zien ook al modder. Hè. Vorig jaar was hier echt een zomercross. Kijk, mooi zelfs. Modder die dat zeer hard schuift. Dat zagen we mooi bij het achterwiel van Tom Meeuwsen. Nijs in een heel andere rol dan vorig jaar. Dus kon afwachten, kon terugkomen vanuit 10e, 12e positie. En daar is nu Albert ook mee bezig van een exact die positie terug te komen. Mouret was ook aan het opschuiven. Ging daar buitenom om nog een paar mannetjes in te halen. En nog altijd Bart Arnouts op kop van het achtervolgende groepje. Met Pauls en met Klaas van Tornhout. En dat was al de wereldkampioen in het wiel van Klaas van Tornhout.
En zoals je zei, Paul, het is een hele lastige koers. Hè. Zo vroeg op het seizoen. Zoveel interval. Iets te vroeg misschien. Maar het is wel een prachtige cross waar eigenlijk alles een beetje in zit. Het is Nijs. Dus hij rijdt tot boven. Hè. Dus dat is een formidabel manoeuvre. Ja. Nijs Peters absoluut. Weet absoluut niet wat er gebeurt rondom hem. Wel een heel belangrijk punt en kijken of dat Nijs hier weer inslaagt. Nee. En dat is ook een klein beetje kunst wat hij doet. Achterwaarts van zijn fiets springen. Dus weinige gegeven. Probeer het best maar in het zand. Want je zou rare dingen kunnen meemaken. Kijk, hier is het aanschuiven. Dus Nijs is toch wel druk aan het zetten. Dus zelfs Meeuwsen krijgt het op deze manier zeer, zeer moeilijk. Hangt al een klein beetje aan de rekker. En Albert die was intussen zijn twee ploegmaats voorbijgereden. Wil naar de kop van het achtervolgende groepje. Want hij ziet Nijs niet graag al te ver wegrijden. En hier Mouret, Gerben de Knecht. Sven van Toerenhout ook. En Bart Welles hier, Dieter van Toerenhout. En allemaal al met de mond wijd open. Renners gaan 10 ronden rijden in totaal. Dus als ze straks hier voorbij komen, nog 8. Het is ook niet de aller supersnelle openingsronde geweest. En dat is de redding. Dus dat het niet de echte hele lange koers gaat worden. Daar wordt de berekening op gemaakt. Dus na die eerste ronde zeggen ze, ze hebben zo lang gereden over ronde. Gemiddelde. En dan komen ze uit op deze keer op 10 ronden. Nu zitten ze weer... op die recuperatiezone, stukje asfalt, daar kan die hartslag een klein beetje zakken. En dan is het rondkijken en Pauwels heeft zich daar op kop gezet, wil het tempo de hoogte injagen, wil naar de kop van de koers. Kijk eens, allemaal getekende gezichten. Jawel, jawel. Net op het juiste moment komt Albert in een, ja, in een vrij comfortabele positie zitten. Dus als Pauwels daar nog een deel op het, van het werk op zich gaat nemen, ja, ze gaan komen. Hè. Dus Nijs mag nog zoveel moeite doen als hij wil. Als die twee beginnen rijden, Pauwels, Albert, als die de handen straks in elkaar gaan slaan, dan zal het kletteren. Ja, en Meeuwse die heeft intussen... moeten lossen voorin. We kunnen nog eens naar de man in het veld, Ruben van Gucht. En we staan bij de ploegleider van Niels Albert, bij Christophe Roodhoofd. Wat mogen we opmaken uit die start van Niels? Ja, die was niet zo schitterend. En Nijs was direct goed weg en hij rijdt ook echt direct door. Ja, het is nog lang. Het lijkt wel dat hij nu wel stilaan onder stoom ook aan het komen is. Hè? Ja, Niels probeert op te schuiven, maar dat is hier niet zo gemakkelijk. Het is altijd opletten. Maar ja, hij komt wel onder stoom, ja. Toch blijven rekening houden met Nijs? Ja, allicht, hè. Goed, oké, okay, tot zover Christophe Roodhoofd, ploegleider van Niels Albert. Ja, en Albert is aan het opschuiven. Is daar ook Klaas van Tornhout voorbij gereden en zit daar nu in het wiel van Bart Arnoud. Kevin Pauwels op kop. En zoals Paul daarnet al zei, zullen ze wel de handen in elkaar gaan slaan. Jawel, en dat is Pauwels die dat het voorlopig doet. Dus Pauwels kijkt ook niet achterom. Dus hij weet dat Albert in de buurt is, maar wil het niet afwachten. Dus dat is zijn stijl dat hij van vorig jaar een klein beetje gewijzigd heeft. En dat is toch wel leuk om naar te kijken. Dus in het verleden werd vaak wel eens over Pauwels gezegd van hij wacht, hij twijfelt, hij aarzelt. Dus maar voorlopig. Geen sprake van. Dus Pauwels trekt die lijn heel mooi door en maakt er werk van. Komt zelfs nu aansluiten bij de mannen van Telenet Fidea. De mannen van Telenet Fidea. Doe daar nog Bart Welles bij. En dat zijn de mannen die het moeten doen dit seizoen voor Telenet Fidea. Hans van Kaster, de ploegmanager, hoopt op 25 podiumplaatsen. Dat zou moeten kunnen. En Meeuwsen wordt voor het eerst uitgespeeld als kopman. Dat is een secondje of 8 voorlopig nog voor in het voordeel van Sven Nys. En we kunnen nog eens naar Ruben. 8 seconden om precies te zijn. De voorsprong van Nys op Meeuwsen, Peters, Arnouds, Albert en de anderen. Niemand komt binnen voorlopig. Hier komt Bart Welles door op 15 seconden. En dan hebben we ze bijna allemaal gehad, dus de verschillen voorlopig beperkt. Ja, en vorig jaar was Nys niet al te best gestart. Toen leek hij wat last te hebben van de warmte. Het pijnpunt toch voor Sven Nys. Maar hij kwam er dan helemaal op het einde door en hij maakte het ook af door te versnellen in die zandstrook. En nu rijdt hij helemaal op kop en zo heeft hij toch wel een pak zorgen weggefietst al, denk ik, Sven Nys. Nys komt nu ook op een
stuk dat hem heel goed op het lijf is geschreven, is daar een paar keren op een helling boven gereden. Als Meeuwsen dat niet gaat doen, dus hij zit weer Pauwels in de tang, zit ook Albert in de tang, en dat is enkel uitstel van executie. Dus ze zullen wel straks gaan rijden als ze echt de vrije baan krijgen. Dus maar voorlopig is Nijs heel goed bezig en het is leuk om naar te kijken dat hij die hellingen als enigste kan oprijden. Nijs, die nog twee seizoenen veldrijder zal zijn. En dan stopt hij ermee. Hier is er weer eentje. Net niet gelukt deze keer. Kan iedere keer geen prijs zijn. Dus maar hij loopt voorlopig een klein beetje nog uit op deze Meeuwse. En dan Rob Peters. En dan zitten Pauwels en Albert klaar. Met Bart Arnouts, die een beetje achteruit is gezakt. Kloofjes zijn nog klein. Constant hier het goede spoor proberen te vinden. En dat is in die bocht aan de binnenkant. Absoluut. Daar is het hard gereden. Dus links zouden ze terug in het ietsjes mullere zand terechtkomen. En dan is het onbegonnen werk om daar behoorlijk boven te komen. Nijs, die nog maar net terug is van Mallorca. Gisteren is hij teruggekomen. Was daar nog 2 weken op stage. En dat heeft hem blijkbaar deugd gedaan. Het was daar prachtig weer, Nijs. En in Zwitserland, in Baden, 11e pas. Sven van Toerenhout was daar 13e. Maar dit is een hele andere Nijs. Heeft ook een klein beetje aanpassing nodig, Sven Nijs. Dus hij heeft dus redelijk wat hooi op zijn vork genomen deze keer. Met de mountainbike, Olympische Spelen. Dan ook nog een voorbereiding gedaan op de weg dan weer. En nu dan op die crossfiets. Als je dat bekijkt, dus van de mountainbike naar die crossfit, dat is toch wel dag en nacht verschil. Dus bij wijze van spreken springt je dan op een meisjesfiets. Dat voelt heel raar aan. Dus sommigen zullen dat wel zeggen, ja, Vloekinger was daar toch ook tweede daar in Baden. Maar dat is een ander gegeven waarschijnlijk. Dus Nijs heeft een paar weken aanpassing nodig. En voorlopig ja, is dat beperkt, zeer beperkt, tot een week maar. Dus zijn niveau is meer dan behoorlijk. Ik heb ook niet de indruk dat hij in het rood aan het fietsen is nu. Als hij slim is, zal hij binnen de kortste keren wat gas terugnemen. Omdat hij toch aanvoelt met zijn ervaring dat de jongens gaan komen. Zeker weten. Ja, Nijs die vorig seizoen nog een geweldig seizoen reed. Pakte daar de Belgische titel. Won de superprestige. Zijn 11e superprestige al, was nog 2e in de wereldbeker, 3e in de Gazet van Antwerpen trofee. Alleen dat wereldkampioenschap, dat werd weer een ontgoocheling voor Sven Nijs. 7e pas en dan twijfelde hij om dit seizoen wel deel te nemen aan dat wereldkampioenschap. Maar intussen is hij van gedachten veranderen. Hij zal erbij zijn in Louisville in de Verenigde Staten. Knap groepje nu achter Sven Nijs. Hij zit al in het zand weer. Je krijgt dus een heel mooi beeld van het veld dat er achter hem aan het jagen is. En hij zal dus zien dat Pauwels klaar gaat zitten en dat ook Albert in de buurt is. Ja, Albert intussen opgeschoven naar de 4e positie. Pauwels nog steeds op kop. Sterk. En, ja, heel knap manoeuvre van Albert. Zet zich nu op kop van de achtervolgende groep. Dat is enkel met een paar meter dus naar links uit te wijden, dat hij daar dus 2 man op rolt binnen de kortste keren. Dieter van Toornhout komt in de problemen in het zand, dus nogthans zou hij daar meer kaas van moeten gegeten hebben, dus kan behoorlijk door het zand rijden. Maar het kan altijd wel eens fout lopen en zeker in het begin van het jaar, dus dat is altijd wel aanpassen. Niels Albert hier nu echt een stevige snok aangeeft richting aankomstzone. Nijs gaat hier passeren en nog. Nu komt Albert uit de bocht. Ja, nog 7 ronden moeten ze afleggen. Met Albert kan natuurlijk ook een stevig stukje op de weg rijden. Ze hebben elkaar gevonden. Albert, Pauwels. 10, 11 seconden, dat is de voorsprong van Nijs. Aha, Bart wel eens. Ja. Mooi mee, Bart. Ja, probeert daar nu naar Tom Meeuwsen toe te rijden, Bart Welles. Ja, die twijfelde om nog te beginnen aan dit veldritseizoen. Had twijfels in de zomer, omdat de Ronde van België
en het Belgisch kampioenschap niet echt liepen zoals hij wou. Maar dan heeft zijn vrouw hem toch kunnen overtuigen dat hij nog maar een paar jaar volhoudt, Bart. Want op deze manier is het aangenaam dat hij op die positie zit. Terwijl dat meisje aan het afzien is met de mond ver opengesperd. En nu pas komt aan de streep Aurélien Duval voorbij. Dat is de Franse kampioen. Zal geen rol van betekenis spelen in deze cross. Er is een gaatje. Albert is vertrokken. Pauwels heeft niet kunnen volgen. Geen antwoord klaar. Of dat dat definitief is, zal de komende 10 minuten gaan uitwijzen. Ja, op die helling kan je eigenlijk zelfs naar boven rijden, hè, Paul. Maar dat is moeilijk. We hebben het daar straks gezien. Ja, vanmorgen. Yannick Peters, zoon van Wilfried Peters, die deed dat, hè. Kijk, er is een paar seconden tussen. Tussen Pauwels, Albert. Het tempo van Nijs is goed. Of dat het goed genoeg is, zal de toekomst wel uitwijzen. Dus maar in ieder geval, het is niet dat ze zomaar terugkomen van 10 seconden naar 7 en dan binnen de kortste keer. Nee, nee, integendeel. Het is nog altijd wel een dikke 10 seconden. Ja, en Niels die nu alleen is, hè, in de achtervolging op Sven Nijs. Dan Pauwels en Arnouts. En dan de twee mannen van Telenet Fidea die zo goed gestart waren en die nog even bij Sven Nijs bleven in het begin van de cross. Maar dan ging het te snel voor hen. De Belgische kampioen alleen. Heel rustig door de bocht. Niet te onstuimig. Want dan gaat je dus uit evenwicht geraken en het van het juiste padje geraken. En Niels Albert die hoopt op een seizoen zonder blessures. Want alleen in zijn allereerste seizoen als prof bleef hij zonder blessures. En sindsdien was er altijd wel wat. 2008 had hij een gescheurde mild. 2009 een gebroken rib. 2010 knieproblemen. En dan vorig jaar brak hij zijn pols. Was hij een tijdje uit koers. Maar was hij dan wel heel erg fris op het wereldkampioenschap in Kokzijde. 26. Ja, dan kom je ook stilaan in je allerbeste jaren, Paul. Ja, dus en hij is dus door die tegenslagen is hij dus af en toe wel eens een keer wat minder gewonnen. Dus, maar hetgeen dat hij wint is altijd grote kwaliteit. En dan is het de vraag, dus hoe gaat hij dat afwerken? Dus laat hem een keer een vol seizoen gespaard blijven. En hij kan ook wel 20 koersen winnen, daar twijfel ik eens komen aan. Opnieuw naar het veld nu, naar Ruben van Gucht. En de tijdsverschillen. Nijs hier doorgekomen. 10 seconden op een eenzame Albert die daarnet in de materiaalpost zijn bril afgooide. Zoals Pantani dat destijds deed als hij een aanval wou aankondigen. Heel even kijken en op 20 seconden komt de rest dan door. Daarnet ook een paar jongens die al wat verder verzeild zijn. Sven van Toerenhout, net als in Baden niet goed, hangt hier al op een grote afstand. En in zijn gezelschap ook Francis Mouret. De ene cross is de ander niet. Winst in Zwitserland betekent niet hetzelfde als winnen of goed presteren in België. En Rodriguez die gooide daar straks in de Ronde van Lombardije ook zijn bril weg. Maar dat had allemaal te maken met het vreselijk slechte weer daar. Philippe Gilbert helaas niet kon schitteren in zijn regenboogtrui. Gevallen op zo'n 70 kilometer van de streep. In de afdaling van de Muro di Sormano. En iets gaat verder open bij Albert. Dus dat wil zeggen dat het tempo van deze man meer dan hard genoeg is. Zo lijken we op weg naar een duel van de twee dorpsgenoten, de twee grote kampioenen, de Belgische kampioen en de wereldkampioen. Hij heeft er een paar secondjes van die 10 afgedaan. Kijken of dat dit nog goed afloopt. Zeer, zeer goed. Echt ver zitten die mannen ook nog niet, hè. Pauwels kan zeker ook nog de sprong maken naar voren. Absoluut, absoluut. 10 seconden daarnet, zei Ruben. En ik denk dat die kloof nu ongeveer ook nog 10 seconden bedraagt. Ja, we zien toch dat Niels Albert een paar seconden heeft teruggenomen, hoor. Jawel. Opvallend ook bij Niels Albert. Won nog maar één regelmatigheidscriterium. Zo'n goede renner, dat heeft natuurlijk voor een groot stuk te maken met al die pech. Won alleen nog maar de wereldbeker in 2010 en daar wil hij dringend wat aan doen. Maar wel al twee keer wereldkampioen geweest. Sven Nijs één keer.
En al 8 keer Belgisch kampioen, alsjeblieft. En dan eens kijken, 11 seconden was het verschil daarnet. En dat is nu 9 à 10 seconden. Een secondje heeft hij eraf gepitst. Dan zien we Pauls en Arnouts. En dan Bart Welles met Meuse, Klaas van Tornhout. En dan is Rob Peters toch weggezakt. Toch te veel last van zijn jetlag. En dan was het Dieter van Tournoot dat daar nog kwam. We kunnen opnieuw naar Ruben van Guchten. Die staat bij Jan Verstraeten, de ploegmanager van Sven Nys. Jan Verstraeten, die start van Sven Nys, ja, dat is veelbelovend. Dat is wel wat anders dan in Zwitserland. Ja, voor mij is dat ook een beetje onverwacht. Het was zowel voor Sven als voor de ploeg een beetje onzeker vandaag. We hebben een heel sterke stage gedaan. Sven gaf ook een hele goede indruk, maar na de wedstrijd in Zwitserland was er toch enige onzekerheid. Maar tot op dit moment is die onzekerheid weg. Het wordt wel hard tegen onzacht, Albert is komende. Inderdaad, wat wel een feit is, is dat Sven nog altijd in zijn ritme zit. Hij heeft in mijn ogen het onder controle, hij zit in zijn tempo. En Albert zal sneller moeten rijden dan Sven om terug te komen in ieder geval. Sven die zich heel goed herpakt, Sven van Tournhout daarentegen zakt wel wat door. Sven was ook een beetje een vraagteken. Hij had een slechte start. Hij blijft momenteel wat hangen. Hij verachtert zelfs. Voor mij ook een beetje koffiedik kijken nu hoe dat het met Sven is. Voilà, tot zover de ploegleider van Sven Nys. Weer over naar jou, Maarten. Niels Albert. Won 1 kermiskoers in de voorbereiding op dit seizoen in Tentergem. Hij klopte daar onder andere Sepp van Marken, die gisteren zijn sleutelbeen brak in de Eurometropool Tour, de vroegere Franco-Belge. Vandaag wordt hij geopereerd, of werd hij geopereerd, Sepp van Marken. En nu Niels Albert met de jacht op de Belgische kampioen, de jacht van de wereld op de Belgische kampioen. Ja, maar het is bewonderenswaardig hoe Nys daar zo gretig aan begint aan die klim. Dus hij pakt daar dus echt effectief een volle seconde iedere keer op Albert. Dus Albert zal wel stroken hebben die dat in zijn voordeel uitdraaien. Dus maar hetgeen dat Nys daar net weer deed, weer een secondje teruggegrabbeld van zijn voorsprong waar dat hij recht op heeft. Het is natuurlijk ook een heel erg technisch parcours. En die techniek van Sven Nys is subliem. Kan daar een hoge snelheid rond die bomen draaien in die heuvelzone. Daar zit Poeier achter. Ja, je ziet het zand gewoon vliegen. Dus dit is een Nys. Hetgeen dat wat daar in Baden in Zwitserland gebeurd is, kan ik me niet over uitspreken. Dat heb ik niet gezien. Dus maar onbegrijpelijk. Dus deze Nys heeft weinig ingeboet van hetgeen dat we van hem wisten. Had er wel een verklaring voor, Sven Nys had nog een paar zware wegkoersen gereden. Mm-hmm. Was niet super fris aan de start. Maar maakte zich toch wat zorgen. Maar zijn voorbereiding was behoorlijk. Hè? Dus, zelfs de koers in Leuven. Een vrij lastige koers met iedere keer die twee beklimmingen. Reed hij als enige, of bijna als enige van de veldrijders eigenlijk op een behoorlijke manier uit. Dus uit deze Albert heeft daar zelfs lang mee in de ontsnapping gezeten. De laatste ronde teruggegrepen. Dus maar Nys mooi meegepeddeld in het peloton. In de druivenkoers in Overijse, daar was Niels Albert dan weer sterk. En we kunnen opnieuw naar Ruben van Gucht. De tijdsverschillen. Albert blijft op exact hetzelfde verschil hangen. 10 seconden en ook de rest komt niet dichterbij. Kevin Pauls heeft Albert moeten laten rijden. Hij hangde daarnet op, of hing liever daarnet op een 25-tal seconden. Heel even kijken wie er nu nog aan onze neus voorbij komt. We wachten hier op Sven van Tournhout. Die moet daar ongeveer in een groepje komen. We hebben ook Rob Peters flink zien doorzakken. Maar dat is geen verrassing natuurlijk. Die had vooraf al aangegeven dat de reis naar Amerika nog wat in de benen zat. Ja. Peter zit ondertussen rond 13e plaats, dus ver teruggeslagen na zijn zeer supersnelle start. Ja, weinig echte topcrossers daar in de Verenigde Staten. Bart Welles ging er vorig jaar wel naartoe, won daar 3 keer, maar dan kon hij in de rest van het seizoen maar 1 keer winnen. Wel een knappe overwinning in Essen na pech van Sven Nys, moeten we er wel bij zeggen. En hier achteraan Klaas van Tornhout, had wat gezondheidsproblemen. Last van zijn schildklier het voorbije seizoen. Weinig op de weg kunnen rijden. Maar hij lijkt er wel te staan. Was derde in Erpenmeere. En hier Albert, die Nys nu een heel eind voor zich heeft kunnen zien uitrijden. En dat werkt natuurlijk stimulerend.
sluipt richting Sven Nys. Jawel, jawel. Dus hij heeft er dus toch weer die 2 seconden afgedaan. Hè. Dus deze Albert op 8 seconden. Ja, hij knabbelt eraan. Dus, maar het moet overal, dus op, over de hele lengte van het parcours, moet hij dus op een bepaald moment een keuze gaan maken. Dus en nergens iets toegeven op Nys om terug te keren. Nys kijkt om, voelt dat Albert op komst is. En hier een valpartij. Tom van den Bos. Ja, Tom van den Bos. Nog 5 ronden voor Nys. Dan zijn we halfweg koers. Hier komt hij. Dus hij knabbelt er serieus aan deze keer. Hè. Dus, 7 seconden. 7, 8 seconden. En wat moet Nys nu doen? Even wachten toch tot Albert bij hem komt. Ja, maar Nys gaat dat zomaar niet cadeau geven. Dus, en het is ook heel mooi dat Nys dus iedere keer dus, altijd wel een oplossing heeft. En het geweer van schouder verandert. Ten ene keer wacht hij af. Dan gaat hij er tegen sprinten op momenten dat je het van hem niet gaat verwachten. En ja, stuur afgebroken. Afgebroken. Ja, de vork eigenlijk afgebroken. En dat is vervelend. Maar zo komt hij ook eens in beeld. En het bewijst... Hoe zwaar en lastig het parcours is. Nochtans is dat een machine waar dat je grote koersen mee kunt winnen. Absoluut. Dus dat bewijst Tom Boonen keer op keer. En hier gaan we naar een strijd tussen de 2 grote, tussen Sven Nys en Niels Albert. Albert 26, Nys 36. 10 jaar verschil. Dat zijn er nog maar 6. We krijgen hier een knappe tweestrijd. En dan is de vraag of nog iemand gaat terugkomen, hè, uit de achtergrond. Ja, wie had dat verwacht? Wie had dat verwacht? Dus op zijn minst hadden ze toch Pauwels vooraan verwacht. Dus als we dan terug naar vorig jaar gaan, dus Pauwels hier veel rugklachten aan overgehouden aan deze cross. Dat viel niet mee en dat is ook niet makkelijk. Dat is een zeer zware cross in het begin van het seizoen. Hij was daarnet ook al zijn rug een beetje aan het stretchen. Heeft hij daar in derde, vierde positie gezet in dat achtervolgende groepje. Het is Bart Welles zelfs die de achtervolging leidt. Morgen in eigen dorp zal misschien Pauwels denken. Geen heuvelrug waar dat je 6, 7 keer per ronde naar omhoog moet klauteren. En Nys, die nu echt wel voelt dat Niels Albert aan het naderen is. Dit is een opluchting voor Albert, dat hij Nys heeft nog nooit zo dicht geweest vandaag. En Albert, die laat er geen twijfel over bestaan. Hij kiest voor het veld. Gelukkig. In het begin van zijn carrière dacht hij ook nog wel eens aan een wegcarrière. Zou dat beslissen na het WK? En nu zegt hij, ik blijf doen waar ik heel goed in ben en dat is veldrijden en daar koersen winnen. En hij kan er nog wel een pak dingen winnen natuurlijk. Een pak klassementen bijvoorbeeld. Christophe Roodhoofd, de manager van Niels Albert, zegt ik wil dat hij 15 koersen wint dit seizoen. Hij is natuurlijk gemotiveerd. Hè? Albert op deze manier terugvechten. Nys moet eraan, denkt hij bij zichzelf. En hij is ermee bezig om er naartoe te rijden. Maar echt tekenen van verval bij Sven Nys zie je ook niet natuurlijk. Blijft erg gefocust. Goed in het ritme. Techniek goed verzorgen. Want in de finale, na zo'n vermoeiende cross, kunnen er wel eens foutjes gebeuren. Er mag deze moment van de wedstrijd, mag er echt niets gebeuren. Dus het is voor Albert te hopen dat er niets fout gaat. Dus in verband met het materieel of dat hij geen stuurfout maakt, gaat je nu dus die voorsprong prijsgeven van 6 secondjes terug naar 15. Dat is een drama. Over seconden gesproken, we kunnen nog eens naar onze man met de chrono in het veld, naar Ruben van Gucht. En Albert die nog meer aan die voorsprong aan het knabbelen is. 5. Hier komt dan het groepje met de achtervolgers. Dat is op een halve minuut en Welles maakt daar het tempo voor Arnouts. Dan Pauwels, die blijkbaar niet de benen heeft om mee te springen. Van Tornhout daar in het wiel en dan Dieter van Tornhout. De volgende die zo meteen moet komen is, en dat willen we toch ook even onderstrepen, Wietse Bosmans als ze belofte mooi in een top 10 positie hier aan het rondrijden. En het laatste nieuwtje dat hier circuleert in de pitstopzone, zullen we maar zeggen, is dat Sven van Tornhout uit koers is. Die heeft de klik dan niet kunnen maken, net zoals Sven Nys. Dat wel kon. En Wietse Bosmans, ja, is prof vanaf dit seizoen, zal nog wel veel bij de belofte koersen. Of
toch in de klassementen. In ieder geval was tweede op dat wereldkampioenschap voor de belofte. Achter Lars van der Haar, die hier nu niet start, maar Paul die we misschien wel gaan zien. Hè? Absoluut, van Lars van der Haar zal vlug klaar zijn om in beeld te komen. Dus in beeld komen, dat wil zeggen dat hij af en toe met deze mannen op wandel gaat gaan. En dat is voor het crossen zal dat in ieder geval leuk zijn. Wat ook leuk is, zijn die koersen zoals deze, zoals vandaag. Dat die belofte dus bij de profs rijden, dat ze weten dat er nog werk aan de winkel is. Dat het niet zomaar gaat gebeuren dat ze de man gaan worden. Dus Wietse Bosmans, ja, dominant in zijn categorie. Dus ze rijdt hier vandaag op een mooie, verdienstelijke 8e, 9e, 10e plaats. En dat is mooi, dat is hoopgevend. En zo moeten we verder werken. Af en toe proeven van het zwaar werken. Dat kan perfect in zo'n koers als deze. En wie zie je nog de sprong maken naar de top? Ja, ik heb gezien daar straks Jurie Adams als allerlaatste in het veld gekomen. Dus er moet een klein incidentje geweest zijn in de start. En dan is het dat wordt afgestraft. Dat is dodelijk. Dan kun je nooit meer terugkeren. Maar Jim Arnouts en zo van die jongens, dat moet op termijn allemaal goed komen. Maar er is nog veel werk. En dat is niet zomaar. Dus het hoeft ook niet geklonken zijn op 23-jarige leeftijd. Je mag gerust een paar jaren ervoor bijrekenen. En zeker als je tegen talenten zoals deze Albert moet gaan rijden. Dus, ja, die vroeg matuur zijn ook. Hè? Want ja. Iedereen is al helemaal volgroeid op zijn 23. Je hebt er die echt pas veel later tot volle wasdom komen. En die hun volledige potentieel kunnen gebruiken in het veld. 6 seconden was daarnet het verschil aan de streep tussen Sven Nys en Niels Albert. En dan gaat het seconde per seconde. Het is niet zo dat Albert er in één ruk naartoe rijdt. En hier de groep der geklopte, zo mag ik ze toch al wel noemen, 37 seconden. En dan is het opnieuw Pauwels die zich daar helemaal vooraan heeft gezet. Maar ze zitten in ieder geval op roze, hè. Deze twee. Dus Nys blijft dus altijd het tempo maar hoog houden. Maakt het op deze manier Albert niet gemakkelijk. Albert daarentegen zou dan ook weer kunnen zeggen van laat Nys maar doen. Ik heb nu zijn ritme onder de knie, onder controle. En ik wacht hier nog een rondje of twee en dan klets ik er naartoe. Dat is de vraag natuurlijk van hoe dat zij voorlopig aan het denken zijn. Of hoe denken die benen erover. Ja, alleen blijft voorlopig Kevin Pauwels een beetje onder de verwachtingen. We hadden hem hier misschien iets sterker verwacht. Maar het is niet echt zijn parcours, dat zegt hij wel vaker. Pauwels die echt zal moeten bevestigen dit seizoen. Na zijn fantastisch seizoen vorig jaar. Hier ziet u hem, Pauwels. Won de wereldbeker, won de Gazet van Antwerpen trofee. Tweede in de superprestige. Alleen een trui, die heeft hij nog niet en die zou hij zo graag hebben. Deze man hebben die wel. Albert de Nys getooid in een trui en dat valt natuurlijk op in het veld. Dat zijn truienjagers die dat je aan het werk ziet. Die twee eerste, die hebben al redelijk wat verzameld. Ja, 2 keer wereldkampioen Niels Albert en Sven Nys 8 keer wereldkampioen. Rijd er maar vlug naartoe, Albert, want het is niet makkelijk. Nys gaat zeker geen seconde wachten. Dit is weer grote kunst, grote kunst. En Albert ziet dat van een etage lager, ziet hij dat. En dat is om uw kas op te vreten. Hè. Dus, want Nys is daar dus weer maar eens een secondje of zelfs anderhalve seconde weggelopen. En ja, dat past niet echt in zijn kraam. Hij wil er binnen de kortste keer naartoe. Ja, die race ook als technisch heel goede redder een beetje in het voordeel van Nys. Ja, en dus als Albert er naartoe zou rijden en hij gaat op kop rijden, dan is dat gedaan, hè, met die sterke manoeuvres van Nys. Dan kun je daar een stokje voor steken zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Dus, maar je moet wel op kop gaan rijden. En dat is voorlopig niet het geval. Nee, absoluut niet. Die geen enkel moment van zwakte toont. Integendeel, je moet eens kijken ook naar die armen van Sven Nys. Hoeveel power dat daarin zit als hij aan het stuur, aan het sleuren is om zo'n helling op te rijden. Het is een sterk kereltje, dus als je die zelen, die aders daarover ziet lopen. Dus, staat heel scherp, hè, dat had hij vroeger niet, dus de laatste jaren is hij daarmee op de prop gekomen. Dus hij zal ook wel met de gewichtjes werken, in de fitness. We kunnen nog eens naar
Onze reporter in het veld naar Ruben van Gucht. Een taaie Sven Nys, zo blijkt. 8 seconden is het verschil opnieuw met Niels Albert. Dat loopt dus weer wat op. De rest is weg, zo moeten we dat zeggen. Geen spoor meer van de 6 achtervolgers. Dat wordt straks 40, misschien wel 45 seconden. Welles die gaat zo meteen wisselen van de fiets. Heeft geen profiel op dit moment en dat komt hem toch blijkbaar niet zo goed uit. Daar komen ze met Kevin Pauwels, die nu alleen is kleine voorsprong op Bart Arnouts. Dan komt Welles, al blijft hij toch in het wiel. Geen tijd om te wisselen van Tornhout en Dieter van Tornhout, die sluit de rij. Die sluit de rij, maar dat is een heel eind natuurlijk achter de kop van de koers. 8 seconden was het verschil alweer. Ja, hij heeft tot op 6 geweest. Daar straks aan de streep, maar in die heuvelzone is hij in het voordeel. En dit lijkt mij toch minder dan 8 seconden. Ja, dit is terug die 6 dan weer. Hè. Dus daar straks is hij, heeft Albert er anderhalf kwijtgespeeld. Dus, maar hij komt nu wel heel ja, kort. Ja, nu wordt het echt wel klein, die kloof. Dat is een kwestie van er naartoe te rijden en op kop te gaan rijden. Op die momenten dat Nys daar niet naar boven zou gaan rijden. Mooie fiets van Nys, ook in de kleuren van Belgisch kampioen. Kijk in dezelfde zandbak, Nys houdt het nu voor bekijken. Kijk een keer, houdt de benen zo goed als stil. Enkel het zand overtuigt hem nog van te trappen. Dus maar hij wacht overduidelijk op deze Albert. Die dat, nu komen ze samen. Ja, verstandig van Nys. En nu krijgt Nys nu een klein mentaal tikje van oei, hij is toch naar mij kunnen rijden. Nee. Hij is nu Albert in het voordeel, mentaal dan. Heeft dat nog een klein beetje naar zich naast zich neergelegd, hè, op deze manier. Hè. Dus hij heeft overduidelijk aan Albert laten voelen. Ik heb nu mijn benen stilgehouden en daardoor zijt je dan terugkomen aansluiten. Van 8 of van 6 naar 0 seconden is een kwestie van ene zandbak. Dat is niet logisch. Nys heeft niet meer getrapt. Nys heeft nu nog één optie en dat is zich in het wiel nestelen van het moment dat Albert zich gaat proberen los te werken. Als hij zal proberen te ontketenen binnen de kortste keren. Ja, en Pauwels die is ook een klein beetje ontketend liever in de achtervolging. Hij rijdt naar deze twee mannen toe of probeert in ieder geval nog de kloof te dichten. Al zal dat heel erg moeilijk zijn. En we kunnen nog eens naar Ruben van Gucht, want die heeft de bie bij zich, denk ik. Danny de bie, het is opnieuw jullie oude krijger die het moet doen. Bart Welles, eerste man van Telenet. Natuurlijk, Bart Welles is heel goed bezig. Voor 2 weken naar Meren gaf ook al een hele goede indruk, vond ik. Maar nu, als je ziet, Rob Peters heeft pech gehad, heeft zijn duper afgereden. Tom Meersen is gevallen. Dus, maar natuurlijk, met alle respect en chapeau wat Bart aan het doen is. De twee vooraan, Albert Nys. Albert hadden we verwacht, Nys weer iets minder. Dan is die daar toch weer, de oude Nys. Nys zal altijd Nys blijven en Nys zal nog wel een paar jaar meegaan. En Nys wordt soms een beetje te vlug gedacht dat hij gaat minderen, maar... Nys blijft en is een steengoed trainer. Jij met al die ervaring, hoe loopt het hier af? Ze zijn elkaar een beetje waard, denk ik. Maar ik gok op Albert. Tot zover een uitgesproken mening van Danny de Bie. Ja, hij gokt op Niels Albert. Die dan voor een 2-op-2 zou gaan. En hier Pauwels. En zo zie je toch weer wie de 3 sterkste renners zijn. En dan blijft het toch nog altijd een beetje jammer, Paul, dat iemand als Stibar daar niet meer tussen rijdt. Hè? Ja, dat is zonde. Maar dan kun je dan ook weer over Boom er nog bij betrekken. Dus die jongens hebben dus een keuze gemaakt. En hopelijk komt dat nog ooit goed dat die terugkeren. Dus ze zullen met open armen in ieder geval ontvangen worden. Maar voor Boom is het misschien wel duidelijk dat hij dus definitief afscheid heeft genomen. Dat hij nog maar een paar keren komt. Maar voor Stibar daarentegen, ja, dat zal volgend jaar wel uitwijzen. Hè, als hij daar dus niet echt serieus uitkomt, dat er geen overwinningen komen, zal ik maar zeggen, dan denk ik dat hij nog wel eens kan terugkeren. En dan, dat zou misschien wel rapper kunnen gaan dan al vermoeden. Maar het geloof in het kunnen van Stibar op de weg is wel groot. Peter Hespel, de inspanningsfysioloog, man ook achter Stibar, zegt dat hij zeker het potentieel heeft om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Mooi gebaar van Nys, dus maakte helemaal geen aanstalten om daar boven te rijden met Albert in zijn wiel. Alsof dat hij denkt dat Albert dat nog niet in de gaten heeft, dat hij dat wel in zich heeft. Dus hij houdt dat dus eventueel nog voor de finale, om daar nog eens een keer mee uit te pakken. En Albert te doen schrikken van, hier, kijk wat ik kan. Ja, een mentaal pokerspel tussen de twee grote kanonnen. Stapt heel vroegtijdig af, dus is eigenlijk op kop aan het rijden met de handrem op.
herstellen en recupereren. Maar ze zijn dan ook behoorlijk ver weggereden van de concurrentie en ze kunnen het zich veroorloven. Een tactisch steekspel. En hier Kevin Pauwels op de derde plaats. Niet de Kevin Pauwels van vorig jaar, nog niet. Moeten we natuurlijk in de gaten houden, Pauwels. Zolang dat ze hier vooraan de kat uit de boom kijken, zou het wel eens kunnen dat Pauwels alle registers gaat opentrekken. En dat dat ook nog in zijn voordeel zou kunnen uitdraaien. Dus maar die kans is heel, heel klein. Ja, Pauwels ook een goede zomer achter de rug. Hij werd daar Belgisch kampioen mountainbike in Beringen. Ja, met een paar centimeters verschil. Ja, met een paar centimeters verschil. En daar was Kevin van Hovels absoluut niet blij mee. Paard wel eens zeer goed. Ja, ja, absoluut. Goed dat hij niet bij zijn eerste beslissing is gebleven om te stoppen met crossen. En laat ons vooral niet vergeten dat hij begin van het jaar nog vocht voor zijn leven. En nu keert hij terug op zo'n hoog niveau. Bart Welles, chapeau. Hij zou zo graag nog eens een trui pakken, zegt hij. Is het tweevoudige wereldkampioen. Twee keer Belgisch kampioen ook. Maar een trui pakken wordt moeilijk. Ja, en nu? Ja, zonder woorden. Of met weinig woorden in ieder geval. Ik zie ze daar toch een beetje praten, Paul. Ja, praten misschien wel dus. Maar in ieder geval, Albert is niet zinnes om volle bak op kop te gaan rijden. Nijs heeft hem toch wel rondelang het leven zuur gemaakt. En het allerbeste zal er misschien ook een klein beetje af zijn. En dan is het logisch dat Albert nu niet gaat beginnen rijden op twee ronden en een klets van het einde. Dus het is nog iets te vroeg om zomaar te beginnen knallen. Ja. Onstuimig te werk te gaan. Maar praten doen ze nu in ieder geval. Ja, en ze hebben alle tijd om te praten, want ze rijden bijzonder rustig. Daar ging het een paar ronden geleden nog heel erg snel. Zeker in die achtervolging van Albert op Nijs. En hier een viertal met inderdaad Bart Welles, de oude krijger. Hij doet het. Een van de drie kopmannen bij Telenet Fidea samen met Peters en met Meusen. En intussen weten we van Danny de Bie wat er gebeurd is met die mannen. Pech en gevallen. En dan val je natuurlijk letterlijk weg uit de spits van de koers. Hier Nijs. Foute route voor Albert. En dat kan snel gebeuren. Iets te kort op Nijs gaan rijden. En als je dan twijfelt of aarzelt, dan kan dat tot stand komen, zoiets. Ja, en als je Nijs straks als eerste in die zandbak laat rijden, dan ben je gezien, hè. Want daar heeft hij al een paar jaren het verschil gemaakt. Dan heb je misschien het kleed aan. Dat zou kunnen, dus, maar het is niet de eerste de beste, hè. Dus nee. We moeten nog maar terugdenken tot aan de kokzijde. Wie dat daar eigenlijk bij wijze van spreken zonder handen door het zand kan rijden, is toch wel die Albert. Dus hij steekt op dat gebied er bovenuit, dus maar... Laat hem maar toch maar best op kop rijden. Ja, dus, het is maar 500 meter hè, na die zandbak tot aan de streep. Vroeger lag hij op 300 meter, maar vorig seizoen 500 meter. Nog twee ronden. Ja, het is dus echt wel een mini-cross. Hè. Dus, als je ziet dat ze nu 45 minuten onderweg zijn, ga daar nog twee ronden bij doen, dan benaderen ze toch nog niet echt het uur. Dus, maar die eerste ronde... Dat was ook door Peters tot stand gezet. Dus het was niet Nijs dat toen vol een bak aan het rijden was. En dan wordt die chrono ingedrukt en dan komt je aan een gemiddelde van 10 rondes. En dat is één rondje te weinig om profniveau te rijden. We kunnen naar de manager van Niels Albert, die aan het strijden is voor de overwinning met Sven Nijs. We kunnen naar Christophe Roodhoofd bij Ruben van Gucht. Christophe Roodhoofd, Niels Albert wierp jou net een blik toe. Wat kon je daaruit afleiden? Dat hij niet heel super is, maar dat hij toch gaat proberen om te winnen. Je moet wel tot twee keer toe een gaatje dichtrijden of Sven Nijs. Dat zou hem eventueel misschien zuur kunnen opbreken, of zeg je nee? Ja, dat kan inderdaad. Dat zal hem zo hem zuur kunnen opbreken als je dat tegen Sven Nijs moet dichtrijden elke keer. Dat is inderdaad niet zo evident. Als ik aan jou vraag wie van de twee zou straks de snelste zijn in de spurt, kan jij er wat zinnigs op vertellen? Ja, in de spurt zal het Sven zijn, zeker en vast. Over de analyse van Christophe Roodhoofd over de dans der kampioenen hier in Neerpelt. Sluit jij je daarbij aan, Paul, bij die analyse van Christophe Roodhoofd? Het kan alle kanten uit, dus je weet dat maar nooit. Dus met Albert richting finish gaan, dat is ook niet zo gemakkelijk. Wie gaat er uit dat zand geraken op een behoorlijke manier? Dat is de vraag. Dus een loopzuivere sprint, dat is de vraag of dat het er komt. Daar kunnen enkel de renners nu al over oordelen of dat zo ver gaat komen. En Albert die alle Belgische crossen met die nummer 1 zal afwerken. Nijs met 2,
Pauls met 3. In alle Belgische crossen hebben de renners van de Belgische ploegen een vaste nummer. Alleen is die bij deze twee tenoren nog opgespeld en nog niet verwerkt in het truitje. Mm-hmm. Bij sommige andere renners is dat wel al het geval en hier nog niet. Dat is ook weer tot stand gekomen. Nieuw, zal ik zeggen, reglement, want renners zijn er voorlopig nog vrij in. Dus maar als deze truitjes al gemaakt zijn, dan is het ook logisch dat het, dan moeten ze terug hermaakt worden. En misschien zitten ze er ook niet echt om te springen of om te roepen, om het op die manier te doen. Dus een rugnummer, dat is nu eenmaal traditie aan de renners. Ze weten dat, ze kennen dat al jaar en dag zo, dat dat dan ingewerkt is. Dat is een klein, ja, een beetje luxe, daar komt het op neer. Ja, Albert die er ook aan denkt om zich eventueel te kwalificeren, proberen te kwalificeren voor die Olympische Spelen in Rio. Toen hij in zijn zetel naar de Olympische Spelen in Londen aan het kijken was, begon het toch fel te kriebelen. Maar dan moet hij niet te lang meer wachten, zei de man die hem op de hielen zit, Sven Nys. Want je moet die techniek van het mountainbiken onder de knie krijgen, dat is lang niet evident. En hier nu Klaas van Tornhout in derde positie. Dieter van Toerenhout, Kevin Pauwels en dan Bart Welles. Wisselende posities daar. Klaas van Tornhout, ja. Niet veel op de weg kunnen rijden, maar dat heeft hij blijkbaar niet nodig om er toch te staan. Is daar ook niet gek van, Klaas van Tornhout, nee, van op de weg te rijden. Dus en heeft dat ook laten horen. Dus ziet je wel dat je niet veel op de weg moet rijden om toch nog in het veld uit de voeten te kunnen. Dus, maar dat past bij hem natuurlijk heel goed, omdat hij dat niet zo super graag doet. En we gaan ons oor nog eens te luisteren leggen bij Jan Verstraeten, ploegleider van Sven Nys. Ruben, het is aan jou. Jan Verstraeten, je hebt Sven Nys net nog wat toegeroepen. Wat was dat? Ik heb daar juist gezien, als Niels bij Sven in het wiel zat, dat Sven, als er op aankomt, de laatste ronde tussen de bomen. Allee, mijn ervaring met Sven zelf als renner vroeger en dat ik hem nu ken als ploegleider, zijn er weinig renners die, als er op aankomt, zo snel tussen de bomen kunnen fietsen als Sven. Dus hij moet daarin geloven in de laatste ronde. En als hij echt goed zit en hij kan dan volledig doortrekken, dan... Ik zeg niet dat Niels hem niet kan volgen, maar dan zou hem in het voordeel moeten zijn, volgens mij natuurlijk. Had je het verwacht dat hij twee weken na zijn debakkelen tussen aanhalingstekens in Zwitserland dit al kon doen? Ah, wel, de eerste dagen van de stage had ik het niet verwacht. En toen dacht ik echt van, oei, er is iets, het is niet goed, hij heeft misschien te druk geweest van de zomer. Maar dat herstelde zich heel snel. En het rare is, bij Sven herstelt dat altijd met heel hard te trainen. Dat is een uitzondering op de regel volgens mij, maar enorm. Oké, goed, dankjewel Jan Verstraeten. Wie wordt het, de Belgische of de wereldkampioen? Maarten, vertel het ons. Het zullen vooral de benen zijn van deze twee heren die ons dat gaan vertellen. Albert en Nys. De strijd der titanen. De mannen van Baal en Tremelo. En wie moeten we geloven? Dus het was zo'n klein beetje de ronde dat de trainingen zijn aangepast van Nys daar op Mallorca. Ja, dat hij toch niet altijd even goed was. Nee. En dat hij moest inbinden, dat hij niet het trainingsvolume kon verwerken dat hij eigenlijk had vooropgesteld. En dat is ook wel altijd, dat zijn wondermiddelen van het moment dat een renner rust krijgt, dat hij dus zich niet te pletter moet rijden. En de bel gaat van de laatste ronde. En Jan Verstraeten laat dan nu uitschijnen dat Sven super hard getraind heeft. En dat is de vraag. 51 minuten ver en nog één ronde te gaan. Het is wel mooi. Eerste cross die live op televisie komt. En dan meteen een strijd tussen deze twee grote heren. Albert voor zijn tweede van het seizoen. Nys voor zijn eerste. Nys die vorig jaar nog 14 crossen won, alsjeblieft. En in heel zijn carrière al meer dan 300 crossen heeft gewonnen. En hier Klaas van Tornhout en Bart Welles. Die nog eens alle zeilen bijzet om naar dat drietal toe te rijden. Want zij zijn aan het denken aan de strijd natuurlijk voor die derde plaats. Wie mag er mee op het podium met deze twee heren? Zitten in de laatste ronde. Straffe kereltjes vooraan. Ze zijn nu al twee ronden op een niveau aan het rijden. Op 90%, want ze kunnen er nog redelijk wat bij doen. Dus maar ondertussen alles nog onder controle. De eerste achtervolgers zitten op 28 seconden. Dus
Zij weten ook dat dat binnen is. Gewonnen spel. Nu gaat Albert. Ja, ja. Het tempo gaat hoog in. Geeft er een snok aan. Dat is een gevaarlijk bochtje. Hè. Daar, zeker omdat het geregend heeft. Het ligt er een beetje modderig bij. En hier de trapjes. Allebei op dezelfde manier. Heel even van de fiets. En je ziet dat het een pak sneller gaat dan in de vorige ronde. Albert rijdt wel op de juiste moment aan de leiding. Ja, absoluut. Want proberen daar nog maar eens in te halen in de heuvelzone is het quasi onmogelijk om dat te doen. Op deze manier kan hij dus Nijs in toom houden. Die dat dus de volgende beklimming durft bovenrijden. Maar op deze manier is daar geen sprake van. Nee. Dus, tactisch heel goed gezien van Niels Albert. En hier blijven ze met z'n vier samen. Tong uit de mond bij Niels Albert. Kijk een keer wat er gebeurt. Albert rijdt boven en Nijs in tweede positie. Slaagt er net niet in. En zo zet hij Nijs toch onder druk. Die nu opnieuw alle zeilen moet bijzetten om in het wiel van Niels Albert te geraken. Hier gaan we het nog eens zien. Jawel, vertraagde beelden. Volle inzet. Maar hij ondertussen Nijs aangesloten bij Albert. Verschillend traject. Oh. Ja, Albert heel breed. Nijs blijft traditioneel binnenkant. Bocht niet echt goed ingeschat. Brrr. Amai, Nijs is mee. Nog twee heuveltjes te gaan. En van het moment dat we dat achter ons laten, dan mocht je al de zandstrook. Ja, dan mocht je al stilletjes aan dat zand gaan beginnen dromen. Maar daar kan je het ook tactisch spelen, hè, Paul. Als je daar als tweede opdraait en je probeert zo de man voor hem onder druk te zetten. Maar wie gaat dat naar zich toe halen? Dus de beste zandrijder van de wereld op kop hier. Ja, maar de leepste en de sluwste in tweede positie. 15 of 16 jaar prof, dan weet je het wel. En dan heb je dit soort situaties al een paar keer meegemaakt. Nijs moet het nu tactisch spelen. Als het met de benen gaat, als de benen gaan beslissen wie dat er hier gaat winnen, dan gaan we nog wat beleven. Ja, Albert die een paar keer omkijkt, verwacht blijkbaar wel iets van Sven Nijs. En zij zijn uit die heuvelzone. Nu kan die hartslag wat zakken. En dan maken zij zich op voor een razendspannende finale. We gaan hier op het asfalt komen richting VIP-tent. Langs de Golazzo-camion. Ja, Albert die voortdurend aan het omkijken is. En dan stopt het tempo weer. De zandstrook of de sprint, Paul, een van de twee. Ja. Zal beslissen wie hier de achtste grote prijs in Neerpelt wint. Albert op kop. En hier Klaas van Tornhout die versnelt. Die Dieter van Tornhout probeert los te gooien. In de hoop om op het podium te staan. En daar lijkt hij in te slagen ook. Maar hier gaat het om. Tempo weer de hoogte in. Albert komt terecht aan een springse. Ja, op het asfalt. En dan bocht naar links. En dan zijn ze bijna. Nijs is braaf. Aan het beachvolleybalterrein. Nijs is heel braaf. 2 secondjes, zand. Ja, en de beste zandrijder ter wereld op kop. En wat doet Nijs dan? Probeert hij langs de binnenkant? Nee, dat doet hij niet. Ze gaan sprinten. Ja, klein kloofje. Nijs wil mee. Ja, een klein kloofje. En als ze gaan sprinten, dan werd daar straks gezegd, dan is Nijs in het voordeel. Nog heel even een stukje bos in. Bijzondere supporter daar. En hop. Ze gaan hier nog een klein bosje van amper 100 meter in. Ja. En binnen de kosten keren is het dan zover. Dus een warempel, een sprint. Een sprint in deze eerste TV-cross. Nijs trekt nu al op. Is Nijs misschien de snelste? En wat doet hij? Totaal verschillende manier van sprinten. Nijs snokt aan zijn stuur. Iets krachtiger. Nijs wint. Komt voorbij Niels Albert en hij wint. En dan is Albert geklopt 3-3 voor Sven Nijs hier in Neerpelt. Zijn 5e overwinning in totaal. En zo hebben ze allebei 1 cross gewonnen dit seizoen. Albert en Sven Nijs. Nijs zet de puntjes op de i. Dankt hier veel vertrouwen. En hier is het Klaas van Tornhout die erin geslaagd is alle anderen los te gooien.
Hij mag straks mee op het podium. En dan is Dieter van Toernout heel knap vierde. En dan zal er nog een sprintje getrokken worden voor de vijfde plaats met Pauls. En dan wordt Bart Welles verdienstelijk zesde. Ze staan er op een dikke halve minuut. En twee renners steken er voorlopig bovenuit, althans vandaag. Maar morgen is het alweer cross. En dan volgen ze elkaar in snel tempo op. Maar de toon is gezet. Absoluut. Sterk verhaal van deze Nijs. Komt uit het wiel langs. Hij gaat er dan eigenlijk meteen over. Iets explosiever. Iets bredere schouders ook bij Sven Nijs. En het is een wapen, hè, in zo'n veldrit. Als je snel bent aan de streep. Ja. Hij heeft dus niet gekozen dus, om het in het zand te wagen tegen Albert. Maar resoluut de kans gegaan om het in de sprint af te werken. Ja, niet aangedrongen. Hij rekende op zijn sprint en was goed gerekend. Walsleben die van Neeschut. En hier is Rob Peters die pech had. En die waarschijnlijk ook nog wel een beetje last zal gehad hebben van zijn jetlag. Dat is belangrijk, weten met wie je op pad Wietse bent Bosmans, natuurlijk. Ja. Dat is de Knecht. Gerben de Knecht, oude krijger, al aan zijn allerlaatste seizoen bezig. Geoffroy. De Fransman Geoffroy. En Thijs van Amerongen. Maar voor Nijs, dus hetgeen dat ik wou zeggen, dus weten met wie je op pad bent, is natuurlijk van goud waarde. Hè. Dus als hij met een Pauls op pad zou geweest zijn, dan moest hij het op die manier niet gaan proberen. Dus dan zou hij absoluut het wel gewaagd hebben. In de zandstrook, ja. Of ja. Tijdens de heuveltjes misschien al de kop hebben opgedrongen. Mm-hmm. Maar nu was hij heel cool, bleef in het wiel zitten van Albert. Ja. Liet zelfs ruimte om Albert de kans te geven om als eerste zijn ding te doen in het zand. En hij zou wel volgen. Ja, voelde dat hij het kon afmaken in de sprint. En zo tankt hij heel veel vertrouwen, denk ik, Paul. Want in elk interview zei hij, ja, ik weet het niet of ik er wel zal staan. Ik weet niet wanneer ik goed zal zijn. Ik heb echt geen zicht op mijn conditie. Zeker dan na een stage in Spanje, waarin nog alles niet echt goed liep. Ja. Zo liet hij uitschijnen. Misschien heeft hij wat zand in de ogen gestrooid. Het was in ieder geval wel met een smile dat hij het vertelde. Yeah. Alsof, ja, als het dan zo zou zijn dat hij twee weken nog zou achterna moeten kletsen, dan was dat maar zo. Maar terugkeren, dat was overduidelijk. Nijs wil terugkeren, Nijs wil zelfs een mooi seizoen halen. En dat is vandaag bewezen. Dus Nijs, zij die er misschien al een klein beetje pret in hadden. Dus vergeet het maar, stel het maar uit, neem een zachtdoek. Terwijl Vincent Baastaans en Yuri Adams en Thijs al ook over de streep reden. Deze supporters die kunnen vanavond geen feestje bouwen. Een valpartij voor Tom Neusen. En dat hypothekeerde zijn kansen. Was mee in het begin van de koers met Sven Nys. Maar dan moest hij en zijn ploegmakker Rob Peters moesten zij toch lossen. Hier komen ze uit het bosje. Ja, en Nijs, hij twijfelt geen seconde. Nee. Hij heeft nog maar amper asfalt onder zijn wielen. En hij begint dus al te sprinten tegen Albert. Ja, als een panter springt hij er naartoe. En dan is hij zegezeker tegen Albert. Loop, zuivere sprint. Dus zelfs heel dicht bij Albert. 36 jaar en weinig aan explosiviteit ingeboet. Ja, het is natuurlijk de juiste man om tegen te sprinten. Al wil ik niet bedoelen of niet zeggen dat Albert een trage kerel is in de sprint. Dan want dat komt ooit nog wel, dat hij dat laat zien. En dan lijkt dit een beetje de uitslag van het wereldkampioenschap. Toen waren er 7 Belgen op de eerste 7 plaatsen. Nu 8 Belgen op de eerste 8 plaatsen. En dan Marcel Meissen, de Duitser. Man om in de gaten te houden, heel jong nog. 9. En Radomir Simunek, de Tsjech. Was de eerste buitenlander op het wereldkampioenschap in Kokzijde. Die sluit de top 10 af. Wietse Bosmans, mooi 12e, drukte zijn chrono in toen hij over de streep kwam. Zodat hij al die gegevens goed kan bestuderen en uitlezen. Of toch tenminste zijn trainer. Yuri Adams, 20e. Met voor hem Walsleben en Baastaans. En we kunnen nu naar de winnaar van de dag. De man die het afmaakte in de sprint. Hij staat bij Ruben van Gucht. Sven Nys, daar zit nog jus in de oude knoken. Ja, meer dan dat ik op deze moment echt verwacht had. En, ik heb geen cinema gespeeld de afgelopen week. En ik heb echt wel een paar keer getwijfeld, want
Het is niet van mijn gewoonte om slecht aan een crossseizoen te beginnen. En dat was in Zwitserland echt het geval. En de afgelopen dagen altijd zo een keer een goede dag, een keer een mindere dag. En ja, dan begin ik automatisch wel wat te twijfelen. Maar ik vertrok en ik voelde direct van... Ik kan hier mijn eigen tempo opleggen. En Niels moest heel lang achtervolgen om de kloof te dichten. En op het moment dat ik voelde van het komt seconde per seconde dichter, dan heb ik even een paar minuutjes wat gas teruggenomen en een keer bij mijn wiel gaan zitten. En ik voelde wel dat ik de kracht had om het af te maken. Ik zeg niet dat ik er op laatste nog kon van wegrijden, maar als je de juiste bocht pakt, de laatste rechte lijn, dan kan ik die spurt hier winnen. En dat gevoel had ik. Toen jullie allebei hier neerzaten, net na de overwinning, ging er een spannende stilte. Alsof je daarmee wou zeggen, ik ben nog niet van plan om van mijn troon af te stappen. Oh, daar ben ik niet meer mee bezig. Ik denk dat het aan de jonge mannen is om iedere week regelmatig te zijn en proberen van overal overwinningen te pakken. En ik heb het voor de wedstrijd ook gezegd, ik leg mezelf de druk niet meer op om nog veel klassementen te winnen. Ik wil gewoon genieten van elke wedstrijd en de mensen nog zoveel mogelijk plezier laten beleven aan de laatste jaren dat ik nog cross. En in eerste instantie moet ik dat zelf doen. En zoals ik vandaag heb gekoerst, dat is hoe je me vaak nog zal zien. Ik zal dikwijls met mijn kop tegen de muur lopen, maar dat geeft niet. En plots zijn de muizenissen weg. Ja, dat is heel logisch. Hè. Daarvoor heb ik dit weekend ook echt uitgekozen om te zien van verdorie, is het nu echt zo slecht als dat ik afgelopen weken voelde. Dat is duidelijk niet het geval. Ik hoop dat ik vandaag goed herstel. Ik heb veel gegeven en ik zie wel dat ik morgen, hoe dat het morgen loopt. Maar het is wel mooi om in Neerpelt hier de eerste cross Belgische bodem te kunnen winnen. Dankjewel, Sven Nys. We gaan door met de nummer 2 en die zat een tijdje voor zich uit te staren. Niels Albert, hoe groot is de ontgoocheling? Goh, ja, het is jammer natuurlijk. Ik mis compleet mijn start. Dat is op deze parcours wel fataal. Ja, je moet tot 2 keer toe terugkomen. Ook nog een klein foutje in de zandbak. Moet je weer een gaatje dichtrijden. Ontbrak je wat frisheid op het einde in die sprint? Goh, ja, ik denk het wel. We hebben gekoerst tot op de meet. Het was hard tegen hard en Sven was vandaag de betere. En ja, ik kon hem niet kloppen in de sprint. Ik had nooit niet echt het beste gevoel. Maar ja, kijk, beste wind vandaag, dus simpel. Ja, je zei vooraf, ik geloof andere mensen niet als ze dat zeggen. Het is een beetje uitgekomen, hè? Ja, natuurlijk. Het is altijd, koers moet altijd gereden worden. En tegenwoordig zijn er geen slechte coureurs meer. Dus je kunt wel eens een beetje mindere conditie hebben. Dat zou ik niet zeggen, maar slecht zijn tegenwoordig, dat bestaan. Los van het feit dat je niet wint, was voor de rest het gevoel goed in de benen? Ja, het was goed. Ik had een gewone goede dag. Geen superdag, maar dat hoeft niet in deze periode van het jaar. Maar ik heb gezien dat vandaag dat we met Sven er toch wel bovenuit staken met ons getwegen. Dus voor de komende weken is alleen maar mooi. Oké, morgen succes in Kalmthout, Niels Albert. En dan gaan we ook nog verder naar de nummer 3. En dat is Klaas van Tornhout. En die stond ook al in Erpenmeren. Op het podium, het bewijs dat de conditie niet slecht is, Klaas. Ja, en nogthans in het begin was ik echt niet goed. Ik zat constant zevenste, achtste positie. Ik kon gewoon niet opschuiven, kon gewoon niet beter. Maar de laatste 2 ronden kwam ik precies een beetje in mijn ritme. En heb ik dan het commando genomen, 2 ronden echt fors doorgetrokken. En gelukkig nog die derde podiumplaats kunnen wegsnoepen. Heb je onderweg wat contact gehad met Kevin Pauwels? Hem hadden wij hier uiteraard ook verwacht, staat niet op het podium. Nee, maar Kevin heeft gewoon een slechte dag, dat zag ik direct. Dat is geen ramp, hij heeft dat al nog meegemaakt, dus volgende week zal hij er terugstaan. Morgen start je in extremis ook in Kalmthout, opnieuw het volle pond? Ja, ik ben in eerste instantie enorm blij dat ik daar toch kan starten. Ik heb toch al 2 keer 2 wedstrijden gereden, 2 maal op podium, dus ik denk wel dat ik het verdien om daar terecht heb om daar te starten. Oké, we gaan ze laten gaan naar het podium. De nummer 3, Klaas van Tornhout, Niels Albert en Sven Nys. Het woord is opnieuw aan jou, Maarten. Ja, we hebben ze alle 3 gehoord. Eerlijke analyses. En dan gaan we nog eens kijken naar die 8e grote prijs in Neerpelt. Niels Albert, zoals hij daarnet al zei, slechte start. Sven Nys die was wel goed weg. Zat daar meteen in 2e positie achter Rob Peters. En dan moet Niels Albert hier al meteen beginnen opschuiven. Even rijden ze met 3 op kop. Nys met dan Peters en Meussen. En dan vallen die allebei weg met pech. En pech kent Sven Nys niet. Integendeel, hij rijdt naar boven. Daar waar de anderen van de fiets moeten. Dan heeft hij een kloof. En dan zie je aan Meussen dat hij de kloof niet dicht krijgt.
heel fris en lucide rijdt hij voortdurend rond. En dan heeft deze man, de wereldkampioen, zich op kop gezet van de achtervolgende groep. Dan is hij het die de kloof met deze Sven Nys probeert te dichten. Daar slaagt hij ook in, maar het is moeizaam. Dat gaat heel erg moeizaam. 10 seconden bedraagt de kloof lang. En elke ronde doet hij daar een seconde vanaf. Rijdt er niet in één ruk naartoe. En dit is dan het groepje ter geklopte met Pauls, die vandaag niet op het podium staat. Met Welles, die een behoorlijk goede indruk gaf. En dan, ja, Albert de zandspecialist. Dat bewees hij begin van het jaar in Kokzijde, waar hij wereldkampioen werd in die zandstrook. Dan heeft Sven Nys het ook begrepen. Kijkt om en dan komt Albert aansluiten. En dan hebben we twee leiders die elkaar geen duimbreed toegeven. Nys die Albert ook voortdurend onder druk probeert te zetten. En dan zien we die lippen hier bewegen, dan wordt er even gepraat. En dan duiken we de finale in. Albert die dat goed heeft gezien, die zich op kop heeft genesteld in die heuvelzone. Daar waar Nys misschien iets sneller de afdalingen kan nemen. Dan komt het tot een sprint en dan zei Nys, ja, ik was zegezeker. Ik voelde dat ik nog voldoende jus, voldoende kracht had in de benen om het dan helemaal af te maken. En dat doet hij ook. En zo wint hij hier voor de vijfde keer, derde keer op rij. En zo heeft Albert al één keer gewonnen dit seizoen in Erpenmeere. En ook Nys heeft er nu eentje op zijn teller staan. De kop is eraf en dan valt de duisternis hier vrij snel in. Want er werd hier 's avonds gekoerst omwille van de Ronde van Lombardije. Daar waar wereldkampioen Philippe Gilbert de kroon op het werk zou moeten zetten met een derde overwinning in Lombardije. Maar hij viel en weg. Kansen en weg. Derde ronde van Lombardije voor Philippe Gilbert. En dan staan deze heren klaar voor de podiumceremonie. Een mooi podium. We gaan ze nog vaak zien staan daar. En Sven Nys die altijd vooruit denkt, is daar goed aan het drinken. Dat is ook nodig, want kort na een zware inspanning wordt al dat vocht dat je tot je neemt veel sneller opgenomen dan later. En ook Niels Albert is bij de pinken. Heb je ervan genoten, Paul? Absoluut, absoluut. Het is mooi dat Nys al terug daar was. Dat Albert zijn kunnen laten zien. En ja, Klaas van Tornhout. Dus niet verwacht dat hij dus dit niveau al zou halen na zijn ziekte van de zomer en weinig gekoerst te hebben op de weg. Dus, maar hij staat daar. Dus Klaas weet het beste tot wat hij in staat is. Absoluut. Een van de twee speerpunten bij Sunweb Revo. Daar mikken ze dit seizoen met Pauls dan vooral op een trui. Klaas van Tornhout. Een Belgische of een wereldtitel. Deze man was al tweede op een wereldkampioenschap. Niels Albert. En nu zo meteen recupereren om klaar te zijn voor de cross van morgen. Ze volgen elkaar nu in snel tempo op. Ja, wel, absoluut. Dus volgende week zaterdag is het al bij de Leeuw van Laarne, bij Bert van Damme. En dan een dag later is het pas het helemaal het hek van de Dam. Dus de opening van Super Prestige in Ruddervoorde. Daar wordt er echt mee scherp geschoten. Paul Herijgers die extra geniet van het bloemenmeisje. Nys. Ja, zijn carrière is indrukwekkend. Hij 55 superprestige cross heeft hij al gewonnen. 46 wereldbekerveldritten en 49 keer was hij de beste in een manche van de Gazette van Antwerpen trofee. Indrukwekkend allemaal. En hij zou zo graag nog eens wereldkampioen worden. De kannibaal van Baal. Als gedeputeerde van sport van de provincie Limburg. Zijn 11e plaats van Baden helemaal weggewist nu. Hij zei het zelf daarnet in het interview. Dit had ik wel een beetje nodig en dat vertrouwen is nu helemaal terug. En ze proberen hem al eeuwen van de kroon te stoten, maar het is toch oh zo moeilijk. Sven Nys. Op 1, Albert op 2 en Klaas van Tornhout op 3. Ja, toch even Sven, als ik mag. Zal hem deugd doen.
Nijs wordt geïnterviewd door de speaker Mark Bolle. En op deze beelden kunnen we stilaan afscheid nemen. Jawel. Erlangs en erover in laatste instantie. En dan buigt Albert het hoofd. De Belgische en de wereldkampioen. Prachtige sprint. Goed, ik dank Paul Herijgers voor jouw bijzonder interessante commentaar. We gaan jou nog heel vaak horen in deze winter. U bent bedankt voor het kijken uiteraard. En voor het slotvoort geef ik heel graag het woord aan collega Ruben van Gucht. We hebben het gehad, dames en heren. De veldritwinter kan vanaf nu definitief beginnen. Neerpelt heeft gekregen wat het wou. Een hele mooie strijd tussen de Belgische kampioen Sven Nys en de wereldkampioen Niels Albert. Dat was het voor vandaag. Volgende veldritafspraak die u nu al in uw agenda mag noteren op VRT is uiteraard op 14 oktober de veldrit in de Ronse.